De voorzitter. Een recente studie van de Universiteit Gent wees uit dat 60 tot 80% van het marine afval plastic is. Dat is dus schrikwekkend veel. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek identificeerden meer dan 250 soorten verschillende chemicaliën op plastic afval en microplastics in zee. Bovendien ontdekten ze dat het plastic afval een specifieke gemeenschap van bacteriën herbergt die anders is dan in het zeewater of in de zeebodem. Sommige van die bacteriën zijn potentieel ziekteverwekkend. Onderzoek heeft aangetoond dat 63% van de garnalen en 39% van de sprotten gevangen in de Noordzee microplastics bevatten. In 2013 spoelde in Nieuwpoort een dwergvinvis aan en na autopsie aan de UGent bleek dat het dier maar liefst 4 plastic zakken in zijn maag had. Wat kunnen we doen en wat stellen we voor? Dus enerzijds is er een mentaliteitswijziging nodig en we stellen vast dat mensen toch langzaam gaan hun mentaliteit wijzigen. En er zijn mensen die zelf alternatieve draagtassen meenemen als ze uitwinkelen gaan. En wij kunnen dat als groene fractie alleen maar aanmoedigen. We vernemen dat het stadsbestuur burgers sensibiliseert om echt structureel minder plastic draagtassen te gebruiken en dat ook willen we blijvend ondersteunen. Concreet willen we ons voorstel verfijnen op basis van het antwoord dat we vernamen uit de pers. En ja, we stellen vast dat er dus voor een uitoofbeleid van plastic draagtassen meer openheid bestaat bij de handelaars dan bij de schepen zelf. Het is juist ook dat er handelaars zijn, vooral warenhuizen en milieubewuste handelaars, die alternatieven aanbieden. Herbruikbare tassen, papieren tassen, handelaars die geld aanrekenen voor plastic draagtassen. Het is ook juist dat het probleem zich vooral stelt, bijvoorbeeld op de markt bij kleinhandelaars, die draagtassen zonder enige vorm van restrictie en in bulk aanbieden. En ik wil hier geen racistisch discours van maken, want wie mij kent, weet dat ik graag en veel naar nachtwinkels ga. Het probleem situeert zich ook daar. We blijven bij onze vragen om met de handelaars te overleggen of een rondzendbrief te sturen naar de handelaars en kleinhandelaars waar tekst en uitleg wordt gegeven over de ernstige milieuproblematiek en concrete alternatieven aanbieden. Bij de nachtwinkel stelt zich bovendien ook vaak een taalbarrière. Laten we dus inderdaad samen op elke mogelijke manier de inspanningen verhogen. Laten we de megafoon openzetten en de boodschap blijven verspreiden. En niet alleen naar de overtuigde bewuste burger die reeds de regels zo goed en zo kwaad mogelijk naleeft. Maar ook bijvoorbeeld naar dagjesmensen of jongeren of kwetsbare groepen. Want het is belangrijk dat we allemaal een inspanning leveren. Afval, plastic hoort niet in de zee, maar moet gesorteerd worden. En afval voorkomen is beter dan achteraf opruimen, want veel van die kleine afvalhaarden op het strand zijn licht en klein en worden bij wind en stormtij makkelijk weggeblazen. Met het gevolg dat flessen en doppen, plastic zakken en verpakkingen, aanstekers, pellets, piepschuim, netten en vislijnen het marine leven verstoren. En ernstig verstoren. Preventief optreden is dus de beste oplossing in een stad die door haar unieke positie aan zee de meest directe invloed heeft op het marine leven. We kijken dan ook naar de staatssecretaris van de Noordzee om misschien een opruimactie zoals in Nederland te overwegen. Dus vorig jaar nog is er een Nederlandse student aan de Technische Universiteit Delft die in samenwerking met 50 ingenieurs een grijparm heeft ontwikkeld om de plastieken soep in de zee aan te pakken. Dus we willen dus onze vragen herhalen. Welke inspanningen levert het stadsbestuur in de strijd tegen plastic afval in zee? We hoorden dat er dus meer openheid was bij de handelaars dan bij de schepen voor een uitoofbeleid. Bent u bereid om een uitoofbeleid van plastic draagtassen te steunen of niet? Het gaat om ons plastic draagzakken. Voor plastic afval bestaan er andere oplossingen. En hoe denkt de schepen een draagvlak te creëren bij de handelaars en klanten? Bedankt.
We ondersteunen de inspanningen van het stadsbestuur en we kunnen dat als groene fractie uiteraard alleen maar toejuichen. Maar we stellen nog altijd vast dat er meer openheid van de handelaars is dan bij de schepen voor een uitdoofbeleid dat inderdaad uiteindelijk tot een verbod leidt. En ja, dat stappenplan, dat de handelaarsstappen echt onderhandelen om daar eigenlijk naartoe te kijken en niet inderdaad die plastic troep te blijven handhaven, dat kan toch niet? U bent toch schepen van leefmilieu?